Het is zover, seizoen 7 is gekomen, jongens. En ik heb zulke vette dingen al gezien. Maar nog niet alles, want in deze video gaan wij tier 100 kopen van de Battle Pass. En dat doen we eigenlijk al sinds seizoen 5. En jullie vinden het zo tof dat we het blijven doen. Dus drop even een like als je het super tof vindt. Deel deze video even met al je vrienden, want iedereen wil het zien. Iedereen wil zien wat er allemaal in de Battle Pass zit. En ik heb nog bijna niks gezien van de Battle Pass. Ik heb hier en daar al wat gezien natuurlijk, omdat ik heb geluisterd. Misschien met Matthijs zojuist. Maar voor de rest is alles mijn eerste reactie. En ik weet zeker dat het super, ik ben ook echt super vet gaat worden. Dus nogmaals, drop even like, abonneer eventjes. Want dan willen we die 400.000 abonnees halen voor het einde van dit jaar. En als het zo doorgaat, redden we dat ook wel. Maar weet je wat? Abonneer gewoon eventjes met een belletje aan. Dat vind ik heel erg fijn als je dat eventjes doet. Laten we gewoon maar gewoon gaan beginnen met de Battle Pass. Zoals jullie zien ben ik nou in Fortnite. En ik heb nog helemaal niks. Ik heb geen Battle Pass. Ik heb nog helemaal niks. Ik kan het jullie ook laten zien. Ik kan hier de Battle Pass gewoon nog kopen. Dat zeg ik nou wel. Maar ik kan hem hier niet kopen. Ik vond wel dat ik die hier kopen. Laten we dan ook maar gewoon op purchase drukken. En ik probeer zo min mogelijk te bekijken. Nou, ik ga nu niet met mijn ogen zo doen, want ik heb het al gezien helaas. Maar ik weet natuurlijk niet wat alle features zijn en noem maar op. Laten we gewoon beginnen met het kopen van de eerste Battle Pass. Holy shit. We gaan natuurlijk voor de Battle Bundle, want dan heb je gelijk die eerste 25 tiers erbij. Dus laten we dat meteen maar gaan doen. Let's go purchase dit. Alright, we hebben alles gepurchased. Super vet, waar is mijn geluid? Waar is mijn geluid? Hallo? Mijn geluid is weg. Holy shit, mijn geluid is weg. Dat is vervelend. Als het goed is, hebben we het probleem nu opgelost. Maar we hebben dus weer geluid, dus nu kan ik alles weer horen. Laten we gewoon maar gaan kijken wat we allemaal gaan krijgen. We zijn in totaal tier 33 geworden. Dat is heel erg vet. Maar laten we eens eventjes gewoon doorskippen naar wat we hebben. We hebben natuurlijk 50% XP bonus. Dat is heel erg fijn. Voor uw vrienden ook. En we krijgen de eerste skin alweer. En dat is Zenith. Hele vette skin. Hij is customizable. En ja, we gaan zomaar wel eens even kijken wat er allemaal customizable is. Dan krijgen we links. Heel erg vet. Waarschijnlijk zijn dit de twee tier 1 skins. Dat weet ik vrijwel zeker. Dit is ook customizable. Dat is ook vet. Gaan we door. Dan krijgen we natuurlijk challenges. Nog meer challenges en nog meer XP. Dan krijgen we 5 free tiers. Voor de volgende Battle Pass. Volgens mij voor volgend seizoen, ja. Dan hebben we de eerste wrap. En dit is de Arctic Camo. En volgens mij hebben we nou wapenskins. En dat is heel erg vet. Dat hebben we natuurlijk al heel erg vaak in conceptenvideo's laten zien. We hebben hier natuurlijk een stickertje erbij. Hardsticker, nice. Dan hebben we hier de de perfect present. En dan zie je daar een AK. Heel erg vet. Gaan we door naar het volgende. En dat is de Grumpy. Oh, what the fuck? De Grumpy Tree. Heel erg leuk. Hele leuke spray. Hebben we hier 5% shared XP. Hebben we deze. Hartstikke leuk. En hier hebben we nog een leuke paper. Hartstikke vet. Gingerbread. Festive. Luister, hoe klinkt die? Kan ik het horen? Ah, ik heb muziek uitstaan. Oké, wacht. Kan ik dat nog aanzetten? Nee, kan ik niet aanzetten. Oké, ik ga zo meteen wel luisteren. Gaan we door. Dan hebben we hier een emote. De Golf Clap. Leuk, leuk, leuk. Hebben we hier een common homebase banner. Hebben we de Tactical Slay. En dat is wel een hele vette, eerlijk is eerlijk. De GG Wrath. Gaan we door. Dan hebben we hier de eerste pet. En dit is Hamires. En Hamires is natuurlijk onze hamster. Hartstikke leuk. Ik had al voorspeld dat we nieuwe pets zouden gaan krijgen. En jawel, we hebben nieuwe pets gekregen. Gaan we door naar Bag of Coal. Hartstikke tof. En de String Lights. Ook heel erg vet. De Trail Toad. Ook leuk. Hebben we hier een loading screen. En volgens mij zijn er ook bewegende loading screens. Hier hebben we Sergeant Winter. En you don't want to be on his list. Oké, dat is wel nice. Lijkt een beetje op de kerstman, maar dan net anders. Hebben we hier nog meer challenges? Oh, je hebt ook challenges voor hem. Holy crap, wat hebben we veel challenges voor verschillende skins. Ho, ho, ho. Hier hebben we weer een Ultra Red Wrap. Heel erg vet. Hebben we een Ice Puck. Dat is dus een nieuwe toy die we hebben gekregen. Geen sneeuwbal nog tot nu toe. Ik weet niet of die überhaupt nog gaat komen, maar het zou wel vet zijn. Dan hebben we hier Royal Air. Hebben we hier Crackshot. De Shimmer. De Shimmer is natuurlijk een hele toffe dans. Holy crap, ik vind het wel leuk. Merry Marauder. En dan hebben we hier 500 keer V-Bucks. En dan hebben we eigenlijk alles al, volgens mij. Ja, we hebben alles. Super nice. Oké, dat zijn de eerste, 100, of eerste 33 tiers. Daar hebben we hier links natuurlijk. Even kijken wat haar vormen zijn. Dit is state 1, state 2. Oh, dat is die. Dat is die. Oh my god. Dan ben ik heel benieuwd naar de rest. Alright. Oh my god. Die is zo ziek. Links is zo ziek. Holy crap.
Ik wil deze zo graag. Ik wil deze zo graag unlocken. Dan heb je Zenith en ik ben benieuwd of deze, hoe deze dan omhoog gezet. Oh shit. Ja, ja, ja. Ze hebben wel echt hele vette skins tussen gedaan. Wat de hel. Alright, hebben we nog een skin als deze. Die is ook upgradable. Wat kan je dan? Oh my god, nee! What? Oh, deze skins zijn by far. Deze skins zijn by far de beste skins tot nu toe. Ik zeg het ieder seizoen weer, maar het is ook gewoon zo. Dit is tot nu toe by far de beste skins. We zijn pas bij tier 33. We moeten nog de rest kopen. Dus laten we dat ook meteen doen, jongens. We gaan gewoon alle tiers kopen. Ik mag niet kijken wat hier staat. Ik moet gewoon even kijken uit mijn hoofd. 67 tiers kopen. En als we hebben 11k, dus in principe moet dat te doen zijn. En ja hoor, 67 tiers purchase. Let's go. En krijg ik nou een beeld of moet ik mijn game even restarten? Ik denk dat ik mijn game even moet restarten. Dus laten we dat maar eventjes gaan doen dan. Alright jongens, we hebben de game gerestart. Laten we eens gaan kijken naar wat we allemaal gaan krijgen. We hebben dus een nieuwe pet en dit is Ramus. Holy crap, wat een vette pet. Gaan we door naar de Neon Cat. Oh shit, wow, deze is ook vet. Deze control is super dik. Hebben we hier een pickaxe. Dit is de Abomina Enable. Oké, damn. Superleuke axe. Gaan we door. We hebben de glider. Leuk. Tender Defender. Super nice. Gaan we door. We gaan lekker snel doorheen. Die rap is ook wel dope trouwens deze. Heel erg vet. Gaan we door naar de volgende. We skippen er lekker doorheen. Drop the mic. Heel erg vet. Hebben we natuurlijk ook al gezien. Of heb ik al gezien. Ik weet niet. Je weet wat er gaat gebeuren. En boom. Super vet. Alright. Oh shit, deze skin. De powder. De powder catch the air and kiss the sky. Holy crap. Deze is niet customizable, maar wel heel erg vet. Gaan we door naar de volgende. Dit is weer extra XP. Dan hebben we deze nieuwe loading screen van links. Icon, amazed. Nieuwe muziek die we meteen gaan luisteren. Dat kan nu nog niet. Hebben we hier de ice cube. Wat zit er in die ice cube? Er zit een ijsman in of zo. Heel erg vet. Shared XP, koffie. Deze trails zijn ook vet. Holy damn. Indigo Ice. Wow, die is wel echt heel erg dik. We gaan er lekker snel doorheen, want we hebben zoveel. Get Funky, nieuwe emote. Heel erg tof. Gaan we door naar dit. Alright. Ik weet niet, ik ga niet over. Wow, Trok is wel een hele leuke skin hoor. What the hell. Dit heb ik ook nog niet gezien. Heel vet. Gaan we door naar de truck drawing. Hartstikke tof. En oh, deze vind ik zo vet, jongens. Ik heb deze skin gezien op de waiting screen bij de launcher. En toen zei ik al van, oh my god, carbon goud. Dat is zo'n vette combinatie. Holy shit. Ik ga die sowieso overal op gokken. Gaan we door, Dark Lama. En dan hebben we hier Rickety Runner. Baited en nice thrill. Durburger. Oh, dat is gewoon dat. Alright, volgens mij heeft Durburger gewonnen, want we hebben hier ook de onesie. Holy crap, de onesie is wel dik hoor. Het is natuurlijk een skin die we al heel lange tijd geleden geleakt hebben. En hij is eindelijk uitgekomen, jongens. Hoe vet is dat? We gaan een beetje sneller doorheen. Deze loading screen is ook wel dik. Hebben hier nog een muziekje. En dan gaan we door naar F. Oh my god, dit is een meme. Press F in de chat. Dat is zo vet. Ja, ik vind het zo leuk. Oh, perp en een epic emote. Let's go. Ja. Tof. Alright, dan gaan we meteen door naar Dusty Depot. Ah, rest in peace Dusty Depot. Hebben we hier links. En links is natuurlijk een hele vette spray. Is natuurlijk een skin. En dan zitten we alweer bij de tier 100 outfit. En holy crap, deze is zo dik. Gaan we even verder kijken. Challenges. En we krijgen 1000 V-Bucks? What the hell? Dan kunnen we gewoon een nieuwe battle pass verkopen, of niet? Ja, what the hell? We krijgen gewoon 1000 V-Bucks. Holy shit. Alright, ik heb alles gecollect. Super vet. Gaan we even snel naar onze locker. Gaan we alles even checken. En dan gaan we even kijken wat we hebben. Dit hebben we allemaal al gecheckt. Deze hebben we gecheckt. Bij deze moeten we even checken wat nou de varianten zijn. Want we hebben meerdere varianten voor deze. Oh, dus een select tool. En dan edit staal. En dan hebben we deze variant. Oh my god. Deze is dik, jongen. Holy damn. Ik kan niet wachten tot we dit allemaal kunnen gaan gebruiken. Dit zijn allemaal uitroeptekens. Nou, hartstikke leuk. Ik heb alles al wel gezien. Ja, ik vind het wel fijn dat het een beetje aangepast is, dit systeem.
En we gaan gewoon verder kijken. Want we hebben ook nog die muziekjes. En ik moet eventjes muziek aanzetten voor dit verhaal. Dus dan moeten we eventjes hier doen. Zo, en dan zetten we muziek eventjes. Nou, op voluit is een beetje overdreven. Niet zo hard. Zo, dit vind ik beter. Alright, nou, steeds te hard eigenlijk. Iets achter. Zo. Alright, nu hebben we muziekjes. En nu kunnen we gaan kijken naar wat voor muziek we hebben gekregen. We hebben namelijk deze. Disco. Super dope. Alright, gaan we door naar deze. Twist. Wat is Twist? Ik vind hem leuk. En Kerst? Dit is tof. Dit is dope. Deze ga ik sowieso equippen. Ja hoor. Deze hebben we equipped. Oh, dit liedje. We gaan gewoon deze video ook afmaken met dit liedje op de achtergrond, jongens. Holy damn, dit is tof. Alright. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk al deze dungeons en zo. Nee, weg, weg. Ik wil die muziek horen, ja? En dan hebben we hier natuurlijk allemaal decals. Dus oh my god, ik ga overal deze goud carbon opzetten. Ik ga overal die goud carbon opzetten. Vind ik zo dik. Holy damn. Op wapens natuurlijk ook. Kom maar door. Ja hoor, helemaal goed. En dan doen we hier ook goud carbon. Ja, 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 sowieso. Doen we op snipertjes en we doen hem hier ook op. Ja hoor, hartstikke dik. Moet je kijken hoe het eruit ziet. Ik vind het echt heel erg vet. Hebben we nog wat gemist eigenlijk wat ik moest checken? Ik vond het eigenlijk wel goed zo. Ik heb alles wel gehoord. Ik moet de muziek natuurlijk weer zijn gang laten gaan. Dit is eigenlijk alles wat we hebben voor de Battle Pass. Ja. Oh wacht, ik wil nog eventjes een mooie setup maken. Dat doe ik eigenlijk iedere keer. En dit liedje is zo dope, jongens. Holy crap. Maakt me echt heel erg vrolijk. Ik vind het echt tof. Laten we deze skin pakken. Nee, nee, nee. We gaan wel voor de T-100 skin. Oké, we gaan voor de T-100 skin. Die saven we ook eventjes. Boom. Daar pakken we dan een leuke backpack bij. Wat zullen we doen? Dit zwaard? Nee, dat is niet zo. Is dat ijs een beetje tof? We hadden dat ijs natuurlijk. Oh nee, deze is wel leuk. Ah ja, dit gaan we doen. Past er niet bij, maar ik ga het wel... Oh nee, die hamster. Ja, hamstertje. Sowieso. En nu moeten we even edit staal doen. En dan pakken we deze variant. Ik denk... Nee, pakken deze. Alright. Dan gaan we door naar alweer even kijken. De pickaxe. En dan pakken we dus ijsblokje. En dan gaan we naar deze. Dan pakken we natuurlijk de kerstvariant. Waar zit die ook weer? Hier, dus Arraslee. En dan gaan we door naar de Contrail. En de Contrail, dat gaat worden deze. Ja, dit is toch een partijtje. Tof, jongens. Nou, dit was eigenlijk alles wat ik jullie wilde laten zien. Vonden jullie dit nou heel erg tof, deze video? En vonden jullie deze muziek ook heel erg interessant? Drop dan even die like. Abonneer ook eventjes op de filmpje met het belletje aan. En we gaan nog heel erg veel meer uploaden. Dus ik weet zeker dat je het belletje even aan moet zetten. En dat je dat ook wil aanzetten, want... Er komen zulke vette video's aan. Nogmaals jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer en reageer. Like op deze video. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out.